Je weet natuurlijk, het was mijn eerste avondje NAC, dus, maar je weet in ieder geval dat de supporters achter je ploeg gaan staan, ondanks de teleurstelling en terecht van vorige week. En daarna moet je het eigenlijk zelf waarmaken. En de eerste helft controleerden we. Weinig echte kansen afgedwongen. Kwam nog een beetje moeizaam, vond ik. Nou, dat klopt. We hadden een aantal dingen afgesproken en dat werkte tot op zekere hoogte. Maar we kwamen niet echt rond de 16 meter en in de 16 meter dat we echt gevaarlijk werden. Op een gegeven moment, 20 minuten, 25 minuten, dan neemt de druk af. Dan weet je dat als je niet gescoord hebt, dat de tegenstander gaat komen. Daar hadden we wat moeite mee. Gelukkig scoren we een geweldige goal in net 2 minuten voor rust. Ja, en in de rust hebben we een paar dingetjes omgezet, in ieder geval voor het druk zetten, want daar hadden we wat moeite mee. En in ieder geval dat Mounir en Luca wat dichter bij Mitchell gingen spelen. Omdat Mitchell eigenlijk altijd vrij was als aanspeelpunt. En dat je daardoor als derde man erbij kon komen of in ieder geval een 1-2 kon maken. Nou, en ik vind dat we zeker het eerste kwartier na rust echt een hoog niveau hebben aangetikt. Zowel in balbezit, restverdediging en alle clichés die we als trainers altijd vaak noemen. Is dat het ware gezicht van jouw ploeg? Nou, wat ik vandaag gezien heb, dat heb ik nog niet echt veel gezien. Daar moet ik eerlijk in zijn. Maar goed, als je dit kunt doen na een 5-0 oorwassing tegen AZ, ja, dan zit er gewoon kwaliteit in. En dat hebben we eigenlijk ook altijd wel gezegd. Zo slecht als vorige week waren we niet. Zo goed als vandaag nogmaals zijn we ook niet. Maar in ieder geval hebben we kunnen zien waar we toe in staat zijn.